Dit is nieuwsuitzending nummer 200. En dat is een jubileum. Dat is een feestuitzending. Het is ook heerlijk weer buiten. En ik hoop dat jullie de vogeltjes kunnen horen twitteren. Ik zal het verder niet te ver comprimeren of zo. Dat jullie dat goed kunnen luisteren. En het ruikt ook zalig fris hier. En nu gaat het dus even over de 200ste uitzending. En dat is een naamloze uitzending. Die gaat helemaal nergens over. Die gaat alleen maar over de website van perry7.nl. En waar ik dan graag bij weer stilstaan, omdat het van het nieuws de 200ste is. Wat is er eigenlijk allemaal gezegd? Want er zijn best veel uitzendingen. Zeg nu zelf. Hè? Hoeveel uur denk je dat mij dat gekost heeft? Dus, je zou zeggen, ja, het is ongeveer een uurtje per uitzending. Nou, dat is dus niet waar. Want ik heb er helaas, of juist met opzet, ik heb nieuwsuitzendingen gemaakt. En dan ben je s'morgens weer wakker en dan luister je jezelf terug. En dan denk je van, ja jongen, ik begrijp al waar je het over hebt, maar dit kan niet. En die moet je dan weer weggooien. En soms heb je een twijfel gevallen, dat je denkt, nou, het kan wel. En dan luister je hem nog een keer en denk je, nee, het kan toch niet. Dus pas na twee keer luisteren kan je hem weggooien. Nou, alles wat ik niet heb weggegooid, dat zijn er 199. En ik zal jullie even in het kort laten zien wat er allemaal staat voor meuk. Ik heb nu het opera werk ik nu, dus ik moet helemaal anoniem zijn. Hè? Ik ben anoniem vanwege het systeem. Want als ik dit in Google doe, dan herkent hij mezelf. En dan zet hij gelijk, kijk, hier moet ik nu inloggen. Maar dit is gewoon publiek. Dan moeten we nu naar het begin. Dan gaan we gewoon lekker bij het begin beginnen. En dan racen we gewoon omhoog. Oké. Kijk, nieuwsnummer 001. Oh, hier is... Ja, dit is best wel een leuke, denk ik. Hier zit lekker te zeuren over de tv. Nieuws 002, weet niet waar het over gaat. Nieuws 003, heb ik nog niet van die titels, weet je wel. Nou, deze... Oh, die staat ook onder nieuws. Oh, dat is een nieuws 004. Dat is met Marco. Kijk, dit is de 14e gelukte uitzending. Met Marco Robinson. Dat is professor dokter Marco Robinson, zo heet hij. Het karakter, dat is een hele aardige vet. Daar heb ik dus ook 13 uitzendingen gemaakt en gewoon weggegooid. Deze is erg leuk. Nieuws 005, die gaat over schaken. Dus, en dan hebben we hier weer met professor dokter Marco Robinson. En die heet dan de 15e mislukte. Hè? Dus dit is de 14e gelukte en dit is dan de mislukte. En die zijn natuurlijk nog leuker. Hè? Dus opnieuw professor dokter Marco Robinson. Daar heb ik het hier over te zeuren, dat zou ik echt niet weten. Maar nu wordt het geinig. Dit is de Apollo-uitzendingen. Ik moet er even een aantekening van maken, want dan kunnen we nog even... Maar de Apollo, dat is... Ik heb hier een aparte playlist van. We zijn dus naar de maan gegaan, hè? Dat zeggen ze dan. Alleen, de camera stond niet aan. Dus dan hebben ze Stanley Kubrick gevraagd van... met ons samen, heel vriendelijk, harmonieus, van tevoren gelukte camera-opnames willen maken. Voor het geval dat... de camera's, terwijl we naar de maan gaan, niet aanstaan. Dus dat is dus gebeurd. Ze hebben van tevoren hele mooie beelden gemaakt. En zo van, kijk, we gaan naar de maan. Allemaal mensen erbij en op tv. En het heeft een poen gekost, jongen. Oh. Maar het heeft ook veel opgeleverd, hè, voor die mensen dan. Hè. Daar moet je ook weer blij mee zijn, want ze moeten dat geld zelf ook weer uit gaan geven. Aan bommen op Irak. Nou, dat wordt geinig, man. Oh nee, nu ben ik ouderwets. Nee, bommen op. Wel modern blijven, Perry. Syrië. Ja, natuurlijk Syrië. Nee, de meeste bommen moeten op Syrië. Hebben ze 59 tomahawks op afgevoerd de laatste tijd. Nou, wat denk je dat een tomahawk kost per stuk? Ongeveer 1 miljoen of zo, of 10 miljoen? Misschien zou ik daar een enquête over moeten houden. Nou, dit is ook een hele leuke. Bellen met de ABN AMRO. Dat is echt... Maar daar moet je echt zin in hebben. Maar daar ben ik super chagrijnig, want dat is mijn... bankpas ingeslikt. Terwijl ik niet eens de verkeerde pincode had ingetoetst. Het apparaat was gewoon kapot. Ja, en dan bellen met de bank. Nou, dat wordt leuk, jongen. Nieuws 011 zou ik echt niet weten. Nieuws 012. Dit is gewoon een beetje gezeur over nu jij. Dat is denk ik ook wel leuk, hoor. Oh ja, dit is mijn Claudia Reltjes. Dat is een kennis van mij.
En die komt dus uit, zij is van een Servische vader en een Italiaanse moeder. En ze is geboren in Bosnië, in Tuzla. Echt heel erg grappig. Nou, heb je dus hier ook geschiedenis? Ik denk dat dit ook wel een hele fijne uitzending is, hoor. En dan krijgen we hier lachen met justitie aangaande de zaak Marianne Vaatstra. Dat wordt erg leuk nog, hè? Want daar komen ze dadelijk op terug, hè? Ik met je weer dus Marco heen scrollen zo. En... Oh, dit is ook geinig. Samenvatting rapport commissie Wim Deetman. Dus over die kleuterneukerij. Ja, iedereen zegt tegen mij, Perry, wat doe je toch gek over het neuken van kleuters? Nou, zeg ik tegen die mensen, daar heb ik een reden voor. Want daar krijg je gekwetste mensen van. En die gekwetste mensen, die worden ook 40. En dan krijgen ze hartklachten. En dan gaan mijn ziektekostenpremie, verzekerings, ellende, toestanden, automatisch in kassa's alleen maar van omhoog. Dus neuk die kleuters niet. En zorg voor volwassenen, gezonde volwassenen. En dan moet je gewoon af en toe eventjes wel... Deze is denk ik erg leuk. Oh, dat is... Ja, die ga ik nu niet aanklikken, want dan zit ik mijn eigen linkjes... Hier ga ik weer lekker deurzeur over Ali H. Dat gaat over de zaak Marianne Vaatstra. Nou, 27. Oh, dan ga ik opnieuw bellen met de bank. Oh, dat wordt geinig, man. We hebben hier een leuke uitzending met... Oh, deze er ook een. Robert van der Luitgaarde, dat verhaal. Deze heb ik zelf gecensureerd. Want er stonden een aantal dingen in, maar... Dat kon niet helemaal volgens Robert van der Luitgaarde. Maar waar we het over hebben is wel degelijk serieus. Dan gaan we hier weer lachen met professor Dr. Marco Robinson. Doorhaasten, want we zijn volgens mij in nieuwsuitzending 32. Lachen met de politiek. Oh, maar dit zal geinen worden. Dit is tijdloos, denk ik, hoor. Maar wel correct, snap je? Nou, dan heb je dus deze. En dit is ook wel leuk om even te laten zien. Want die scoort best wel goed, hè? Even... dan moet ik weer even naar zo. Oh, hier. 1 seconde hoor. Dat duurt echt niet lang. Kan ik nu hier bij die. Oh, dat kan ik dus niet. Dat snap ik ook wel, ja. Dat kan ik alleen maar van hieruit laten zien. Oké, daar gaan we dan. Oké. Kijk, nu ben ik automatisch ingelogd. Ik heb 29 abonnees. Af en toe eentje bij, af en toe er eentje af. En dan heb je hier Analytics. Kijk eens wat er binnenkomt. Ja, Loading Analytics. En dan doen we gewoon... Lifetime. Wat is er nou het meeste gekeken? Een beetje loaden. Een beetje scrollen. Deze. Hè? Ja. Maar die ook. Zie je hem staan? 331 keer. Want wat is hier aan de hand met Johan Oldenkamp? Om het helemaal... wat zie ik nou? Zie ik nou helemaal onderaan? Dat is helemaal niet nodig. Waar zijn we nou gebleven? Oh, dat was... Oh, nee, ik snap het al. Hier waren we. Ja. Even kijken waar we waren. Ja, Johan Oldenkamp. Hier waren we. Johan Oldenkamp, dat is een soort van esoterische leraar die in vage termen spreekt. En ook daarbij heel veel dingen vertelt die wel degelijk waar zijn. Dat is opmerkelijk. Hij heeft een goed verhaal gehouden over muziektheorie bijvoorbeeld. En dat maakte indruk op mij. Ik denk, oh, zit het zo in elkaar? En ik heb het nagerekend en volgens mij klopt het. Dus dat is allemaal prima. Johan Oldenkamp is ook een deskundige op het gebied van Marianne Vaatstra, over de dood van Marianne Vaatstra. En daarin beweert hij zaken waarvan ik denk, ja, waar baseer je dat op? En ik fileer hem echt helemaal uit en ik geef hem wel gelijk op de dingen waarin hij gelijk heeft. Hè. Maar op ja, gewone uitspraken doen van ze is vermoord achter graspriet nummer 13C. Dat zegt me helemaal niks. En daarin verdenk ik hem wel een beetje van of terwijl de werkelijkheid iets te licht op je nemen. Van ach, je doet een YouTube-uitzending en het is altijd goed, want je doet het vanuit je hart.
dat hij een soort van Wammes-Waggel oordeel heeft. Of hij is van de Jezuïeten. Bedenk dat William Cooper, en hij heeft naar mijn mening nog nooit iets fouts gezegd, maar wel heeft hij het heel erg fout gedaan, dat hij vlak na 9/11, net toen het leuk begon te worden, en hij helemaal sky high had kunnen schieten, hebben ze hem doodgeschoten. En hij wist al die tijd niet dat hij onder de controle stond van de Jezuïeten. Maar dat stond hij wel. Of de Jezuïeten of wat erbij hoort. De Jezuïeten, dat is een bepaalde gedachte. Je moet jezelf kastijden. Je moet je eigen pijn doen. En je moet helemaal met Maria. Ja. Ik hoef mezelf helemaal geen pijn te doen. Daar heb ik mijn harde werkelijkheid wel voor. Maar zo zitten de Jezuïeten in elkaar. En die zijn een beetje crazy. Ik pak even mijn leesbril erbij. Dat kost er eentje voor me. Wat ik van tevoren moet doen eigenlijk. Goed, maakt niet uit. Dan gaan we even naar wel naar boven. Ik kom Claudia Reltjes weer in beeld. Daar heb ik ook laatst weer gesproken. Dan komen een aantal moppen. Ja, dat is een beetje flauw, maar... Ja. Maar er zitten wel geinige tussen. Dit zijn oud-Hollandse moppen. Oud-Amsterdams. Ik kom uit Amsterdam, onder Vandaan. Uit de Jordaan, nee, niet uit de Jordaan natuurlijk, maar ik ben heel vaak in de Jordaan geweest. Ik weet waar de Jordaan ook ligt. Bij de Rozengracht in de buurt. Maar gewoon een leuke Joodse humor. Dan heb ik het hier over de Holocaust. Die heb ik heel kort gehouden, dus maar 12 minuten. Dit is alleen maar lachen, alleen maar humor. Nou, professor Dr. Macron weer is aan het boor. Dan ga ik dus doorzeuren over Johan Oldenkamp. Ik zou ze echt allemaal gewoon even bekijken hoor. Dan snap je echt wat ik... Heb je hier een gezeur van mij over de platte aarde? Dat duurt wel een uur. Beetje lang. Maar de moeite van het bekijken waard hoor. Zonder meer. Dan komt hier Jezus en de samenswering. En hier krijg je echt info. Dit duurt ook een uur en een kwartier. En dat is het allerbeste ding wat je als eerste kan kijken. Dat is nieuws 055. Jezus en de samenswering. Dan weet je ongeveer waar ik het op afstuur. Hier, dit is over Micha Kat. Micha Kat, dat is zo'n alternatieve mediajournalist. Die op een of andere manier altijd in leven blijft. En hij verblijft in hotelkamers en heeft hij altijd weer een internetverbinding. En hij heeft een donatiebutton, maar ik vraag me af wie er Micha Kat. Want zijn bestaan moet toch €2000 in de maand kosten of iets vergelijkelijks. 1500 of zo. Maar waar haalt hij €1500 in de maand vandaan? Is dat zijn spaargeld van die toestand met de familie Poot? Vraag me hem ook af. En hij heeft het ook nooit over de Jezuïeten. Hij zit alleen maar te zeuren over de pedo-pers. De PP noemt hij dat dan. Ja. Heeft hij gelijk? Ik denk in een aantal dingen wel. Nou, Jezus en de samenswering nummer 2. Dus die moet je eerst die eerste kijken. Het is een beetje rommelig natuurlijk. Maar, Jezus en de samenswering. Dus nummer 1 en nummer 2. Precies, hier is dan nummer 1. Dit is alleen maar geinig vanaf mijn balkon, dus dan kan je gewoon lekker overzwellen. Dit is Jezus en de samenswering nummer 3. Dan krijg je het antwoord. Dit is nog even doorneutelen over Johan Oldenkamp. En dit is mijn laatste over Micha Kat. Want het was een beetje... dat is ook wel leuk voor jullie om hier naar te luisteren. Want dit gaat over Mira. En Mira woont in de Jordaan, overigens. Hij heeft 2 schatten van kinderen. En met haar heb ik dus heel veel radioshows gedaan. Maar die staan niet op mijn nieuwskanaal. Nou, dit is heel geinig. Dit is getuige X1. Dat is een dame die ik ken. En die zegt allemaal dingen. Nou, je wil het niet weten. Dan gaan we hier lekker door met over Nu Jij. Oh, dat zou best wel iets bijzonders zijn geweest op Nu Jij in die tijd. Maar dat is nu nog steeds actueel. Heb je Jezus en de samenswering nummer 4. En dan heb je Jezus en de samenswering nummer 5. En heb je hier Jezus en de samenswering nummer 6.
En dan heb je daarboven Jezus en de samenzwering nummer 9. En dan ertussen nog even de over de platte aarde. Ja. En nu gaan we geinen. Hè? Emma 17. Ja, dat kan helemaal niet. Hoor. Het hele gebeuren rond Emma 17, daar stinkt iets aan. High heaven. En hier ga ik uit van officiële documenten van de overheid. En er heeft later een vriend van mij op gereageerd. En die heeft me nog zo'n stuk gegeven. Erg tof. En die ga ik later op nog fileren. Dus, Dan heb je hier 070, psychopathie nummer 1. Heel erg privé. Dus erg privé. Hoe dat zit, hoe je medelijden moet hebben met mensen die helemaal van het padje af zijn. Dan heb je hier 76 ingelast, maar wel leuk, zal wel geinig zijn. Dan gaan we hier door over Emma 17. Dit is een leuke met Joep. Dan kan je mij in beeld zien. Dat doen we heel ouderwets. Dan zitten we gewoon met z'n drieën bij mij op de bank. Dan kan je ook zien hoe het bij mij in huis eruit ziet. Hè. En dan hebben we hier weer eentje geinen met professor Dr. Marco Robinson. Nou, dat zal wel meevallen, denk ik. Maar het is ook wel leuk om even te bekijken. Maar zijn audio hebben we heel lang aan gewerkt. En ik kan je zeggen, deze was het nog niet helemaal. Maar het was wel beter. Hier ga ik doorzeuren over Emma 17 nummer 3, Emma 17 nummer 4. Dan pakken we weer Jezus en de samenzwering op met de ondergang van Duitsland. Interessant hoor. Geschiedenis hè. Emma 17 is inmiddels ook geschiedenis. Dit ding gaat denk ik over die internetstoring die ik had. Dan de troonrede. Oh, dit is smerig man. Dit is echt overheidsporno. En die ga ik dan helemaal uitleggen. Nou, Jezus en de samenzwering nummer 9. Dan weet je dat ook. Gaan we weer even botsende ego's doen met professor Dr. Marco Robinson. Gaan we door over de Emma 17. Dan pakken we Jezus en de samenzwering weer op. En dan krijgen we hier het afscheid van Mira. Dat is op zich droevig. Want ze is er echt mee gekapt. Ze was het gezeik over haar taal beu. En als je er zo over zeikt, dan hou ik er gewoon mee op. Nou, dat hebben wij mooi veroorzaakt. En was dat nodig? Ik weet het echt niet. Dan krijgen we hier door over dat toezichtsrapport. Dat heb ik dus in handen gekregen via een vriend van mij. En dat is een niet een Roma, maar een Sinti. Maar het is wel een vriend van mij of een kennis. Weet je. En die speelde mij dat rapport toe. En dan ga je hier eens even naar kijken. Nou, dan ga ik ook eventjes fileren. Weet je. Dit is absolute overheidsbagger. Dus de eerste volgende keer dat jij je inkomstenbelastingformulier invult, dan doe je dat op deze manier. Dan kunnen zij nog eens ergens over gaan nadenken. In plaats van alleen Perry Winkel. Die nadenkt over dingen. Zet er maar gewoon wat in. Dat maakt niet uit. Iemand vraagt, wat is het jaarlijk inkomen? Dan zeg je nou, dan zeg je gewoon wat. Alles ingevuld, doeg. Nu heb ik het hier nog een keer over psychopathie. Dat is gewoon privé, ga ik nu niet bespreken. Maar dan kan je gewoon aanklikken. Want er worden verder niet echt namen ingenoemd of zo. Maar dan weet je wel een beetje hoe het zit. Het is een geestesziekte, hè. Psychos is geest. En pathie in deze connotatie is ziek. Dus geest is ziek. Wat zijn dat voor mensen eigenlijk? Hè? Nou, dan hebben we hier wordt het heel interessant. Want hier komt Jurk Gliesman in beeld. En Jurk Gliesman is mijn Hamburgse vriend. En die woont gelukkig momenteel niet zo ver als naar Hamburg. Maar die woont om de hoek in Leuven. Ah, daar ben je zo hoor. Hele makkelijke route ook. Ik ben bij hem lang geweest. Hij is een veganist en een bijbelgelovende christen. Nou, kom er maar eens om. En hij leest ook nog boeken. Nou, kom er maar eens om. En hij spreekt Vlaams en hij spreekt ook Engels. Door Frans doet hij dan niet, maar dat mag je iedereen vergeven. Nou, hier is een upload dinges. Dit is 0 en dat is 1. En ik heb het in een verkeerde volgorde geüpload. Dat was een probleem met de dingen of zo. Maar die nummertjes die kloppen wel. Dus na 099 krijg je 100 en dan 101. Dit is een interessant over de Boston Globe Spotlight. Dus het gaat over
die toestanden met dat verschrikkelijke kindermisbruik. En dan wordt het natuurlijk heel interessant, want nu beginnen we over Anne Frank. Zou je denken, heb je wat te vertellen over Anne Frank? Ja. Ik was bij mijn tante Til in Amstelveen. En zij heeft een mooie boekenkast. In de zin van mooie boeken. Interessante boeken, zorgvuldig geselecteerd. De rotzooi heeft ze allemaal weggegooid. Of ze heeft alleen maar gekocht wat ze echt mooi vond. Overgehouden. Ze is weduwe. En heeft een nieuwe man gevonden. Een hele fijne vent. Zij is een vrolijke weduwe. En toen lag boven op de boekenkast lag een boek. En het heette De Dagboeken van Anne Frank. En dan vroeg ik aan mijn tante Til, mag ik dat even pakken? En toen zei ze, ja, pak het mij. En er stond echt op De Dagboeken van Anne Frank. En toen dacht ik, hoezo? Ging bladeren. Nou, in dat boek stond dus dat Anne Frank, die heeft dus elke dag, ze had gewoon 3 dagboeken. En de ene dag die schreef ze in dagboek A. En de andere dag schreef ze in dagboek B. En weer een andere dag schreef ze in dagboek A en B. En er waren dagen, dan schreef ze in dagboek B en dagboek C. En sommige dagen schreef ze in zowel dagboek A, dagboek B als dagboek C. En dan kwam in dagboek B, die dag kwam dokter Goldstein op bezoek. Want Peter had een kuchje. En de andere dag kwam dokter Silberberg op dezelfde dag, maar in het andere dagboek. Dokter Silberberg. Nou, dat is een verrassing. Ook Anne Frank was schizofreen of zo. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Want het gaat om de samenvatting. Bij 103c, waarom heb ik dat dan weer gedaan? Oh, hier heb ik de fout. Ja, even kijken hoor. 3a, beter. Oh, oké, dat heb ik hier achteraan geplakt. Dat is de samenvatting. Ja. 103c. Ja, hier maak ik het in duidelijk. Anne Frank wordt in de uitgave van de staatsuitgeverij, die heet De Dagboeken. De 3 dagboeken. De 3 visies van Anne Frank op haar bestaan. En daarin wordt dus op pagina 100 een huppeltje pup. En dat kan je hier allemaal vinden. Dat duurt 35 minuten. Dan wordt het duidelijk gemaakt dat het bij Anne Frank maar ging, bottom line, om 1 ding. En dat, ik zal het even spellen, want anders klinkt het zo smerig. Maar dat is Simon, Eduard, Karel, Simon. Ik herhaal. Simon, Eduard, Karel, Simon. En ze zegt dan ook letterlijk van, ja, dan maar met mijn vader of zo. Of mijn vader heeft me dat geleerd, dat ik zo moet zijn. Wauw, en dat wordt uitgegeven door de staatsuitgeverij. En wij kopen die rotzooi ook nog gewoon. Hè? Even kijken, dit is Marianne Vaasga de laatste. Maar waar zit dan de eerste? Gaan we even in de playlist kijken. Dit gezeur over het Beekdal Lyceum hier in Arnhem. Misschien alleen maar leuk voor Arnhemmers. Of als je wilt. Nee, leuk voor iedereen die. Oh, dit is die hele lange. Dit wordt een hele mooie. Oh, dit is verschrikkelijk. Ja, die heb ik later in stukjes gehakt. Maar goed, hij staat er nog op. Die duurt bijna 3 uur. Nou, dit is niet te verteren, man. Dit is een samenvatting over Marianne Vaasga. En dan ga ik even op zoek naar de playlist. Even kijken waar ik zit. Hier zitten. Waar is de playlist? Daar heb ik toch een aparte playlist van gemaakt. Yes. Hier, dit is de allerbelangrijkste. Dat zijn 15 video's. Dat is over Marianne Vaasga, zo heet het ze allemaal. En dit is nummer 1. Die duurt 43 minuten. Dat is allemaal. Dit is een best lange.
En hierin fileer ik het requisitoor van Henk J. Maus. Waarin hij Jasper Steringa beschuldigt van de moord op Marianne Vaatstra. Het meest belachelijke stuk Nederlands wat ik ooit heb gezien. Los van die stukken over de MH17 die ook nergens op sloegen. Hier gaat het dus om. Veel bekeken. We scrollen meer omhoog. Kijken we nog vinden. Oh, Wim Dankbaar is er ook zijn. Wim Dankbaar die bemoeit zich ook met de zaak Marianne Vaatstra. En dat doet hij op een manier waarvan ik vind van jongen, wat doe je moeilijker. Niet nodig. Dit zijn we heel leuke met Jörg Liesman. Ik zal er echt een apart kanaal van gaan maken. Dat je alles op een rijtje hebt. Maar dit zijn zulke goede uitzendingen. Alleen maar positieve dingen. En dit is, dat heb ik aan Gelderlanden gestolen. Ga ik zeuren over de krant. Dat is wel hartstikke leuk. Dat is echt waar. En dan heeft Jörg Liesman ook nog gereageerd van, ja, maar je mag helemaal niet stelen, dommeling. Dan heb ik aan Jörg Liesman uitgelegd van, ja, nou ja, stelen. Het was 12:00 s'nachts en iedereen zag er vermoeid en alcoholistisch uit. En op die kranten zat een wijnvlek. En niet van mijn wijn. En die heb ik gewoon stiekem in mijn jas gestopt. En, ja, kom op. Dus dat viel wel mee. Hier heb ik een Volkskrant gekregen, die reiken ze uit hier op straat. Hier heb ik er weer een gestolen, maar dat is eigenlijk alleen maar om Jorik een beetje te plagen. Ja. Ik ga weer doorzeuren. Oh, deze is leuk. Mijn dood en in het algemeen. Ja, prachtig. En dit is een eikel trouwens, David Eyck. Die mag ik niet hoor. Om eventjes gelijk in het diepe te duiken of zo. Maar David Icke, het zal best een aardige fan zijn. Dat geef ik hem helemaal op cadeau. Maar dat betekent toch niet dat je onzin mag lullen. Met zijn multidimensionale computer aanwezigheid. Dat is een herhaling van het oude Franse spreekwoord. Van de aristocratie. On y soit, qui mal y pense. Men is zo slecht als dat men denkt. Ja. Houd toch op, man. Voor de rest, het zal best een hele aardige fan zijn of zo, maar ik zou geen millimeter voor hem willen werken, want hij praat gewoon niet over de geschiedenis. Dit is een oppervlakkig iemand. Ik kan ook het nummer opzetten van de Stranglers, van Beware of the Skin Deep of zo. Nee, Better Watch Out for the Skin Deep. Hij is een skin deep. Hoezo, ik ben een multidimensionele computer. En dan, wauw. Nee, natuurlijk niet. Ik heb een Bijbel gelezen, daar staat alles in. En daar moet David eigenlijk gewoon ook mee beginnen. En die hele slechte uitzending van David Icke, dat hij naar het Vaticaan, dat hij naar Vaticaanstad gaat. En dan gaat hij eventjes bij een plakketje stilstaan. En bij een of ander dingetje stilstaan. En dan zegt hij, dit is de cult. Dit is de cult. Ja. Het is natuurlijk de cult, ja. En David Icke doet net zo hard mee. Want er is alleen maar één remedie tegen de cult. En die remedie die heet Christus Jezus. Punt. Je gaat je Bijbel maar lezen. Je moet dat boek gaan lezen wat die cult wil. Dat je dat boek niet leest. En dat zou David Icke moeten zeggen. En in plaats daarvan krijgen wij van David Icke alleen maar boeken die mooie voorkantjes hebben. Geschilderd door zijn zoon. Echt hele prachtige dingetjes over het grootste geheim. Was ik weer? Be a lion of zo? Hoezo be a lion? Moet je daar mensen. Hoppa! Het moet een lammetje zijn. En dan moet je durven. Dan moet je mogen. Dan ga het niet lopen doen voordat het jouw beurt is. Want anders ben je opgegeten door de grote boze wolf. Dit is een hele leuke. Over Zwarte Piet en de Waarde van Arnhem. Die heb ik ook best wel views op gehad, denk ik. Kan ik dat zo opklikken? Die is erg schattig. Kan je ook heel mooi zien hoe het eruit ziet hier in Arnhem. Ik ga even pauze. Oh, 29. Nou, dat is wel aardig.
Ik kan je goed zien hoe het er in Arnhem uitziet. Het is in de buurt waar ik woon. Er is een Zwarte Pietenoptocht. En dat waren natuurlijk allemaal blanke mensen. Die waren met de roet helemaal zwart gemaakt. En zo. Oh, wacht even, niet te hard. Dit is mijn grote vriend. Maar die mensen die waren met roet allemaal zwart gemaakt. En die hebben van die gekke pakjes aan. Hè. Dat is gewoon een geine jongen. Een timie. En toen daarna, dit is het streetcafé in Arnhem. Daar moet je echt per morgen naartoe. Daar zal je je geen seconde vervelen. Je kan altijd namelijk nog alcohol bestellen. En dan, daar mag je gewoon... Dan mag je rustig 10 jenever drinken of zo. Als je maar geen stoelen omver gooit en niet zeurt tegen andere mensen, blijven ze gewoon doorschenken. Weet je jezelf in de gaten houden. En daar links zie je mijn vriend Roel. En dat is een DJ. En die werkt voor een voedseldistributie, supermarktdistributiepunt. Te dicht bij Nijmegen. Dus daar wil je als Arnhemmer natuurlijk niet komen. Maar daar werkt hij dan, maar dat is gewoon voor zijn geld. En hij heeft ook tegen mij eerlijk gezegd van ja, in principe zou ik met de fiets moeten gaan, maar ik ben lui van beroep. Dus ja, oké, dan gaat hij maar met de auto. Ik heb er helemaal geen oordeel over. Dit is ook heel leuk, met Jurk Liesman, dus die een honderd, waar is het? Oh ja, dit is eigenlijk met Jurk Liesman, deze is allemaal heel officieel. En dan laat Jurk Liesman, die laat gewoon de audio doorlopen. En die stuurt hij er mij dan op. En dan hoor je gewoon privé. Dat is ook best heel grappig, man. Even kijken. Mijn nood in het algemeen hebben we al gehad. Ja, positieve aankondiging. Oh, Donald Trump en de pauze. De onfeilbare mensen. Want de onfeilbare mens, dat is de paus. Per 1870 is die onfeilbaar. En Donald Trump, die snapt dat de paus onfeilbaar is. Dus Donald Trump doet lekker mee. Ja, ja. Nou, dit is een hele leuke, positieve aan Koran. Die zou je even moeten luisteren. Misschien moet je daar wel mee beginnen. Want het is in ieder geval positief. Ik zal je vertellen waarom ik deze uitzending heb gemaakt. Dus ik kom even een beetje lang verhalen. De Koran, zoals de berichten nu luiden... En ik weet ook niet alles zeker. Maar zoals het nu luidt, is de Koran geschreven op instigatie. In opdracht van die katholieke kuddekerk. En die hebben dat boek geschreven. Nou, ik heb dat boek gelezen. Ik heb het niet uit kunnen lezen. Maar dat zou negatief zijn. Daar zeg ik verder niks over. Ik heb gewoon het positieve eraan gelezen. Want dat moesten ze nou doen. Het is ook in de theorie dat de Koran is geschreven in opdracht van de paus. Ook in die theorie geldt dat daar positieve, ware dingen in moeten staan. En voor de rest natuurlijk niet wat Christus Jezus zei. Aan de andere kant, er zijn genoeg vrienden onder mijn vrienden. En dat zijn Koranlezers uit hun jeugd. Ze hebben daar gewoon zoete herinneringen aan. Misschien dat mama wel in het Arabisch voorlas. En dat ze dan lekker in slaap vielen bij de Koran. Met positieve dingen daarvan. Want er zitten positieve dingen in de Koran. Als je echt positieve dingen wil. En je wil gewoon een slagroomijsje met dan echt heel veel ijs en heel veel slagroom. En een enorme wafel. En dan moet je de Bijbel lezen. Die krijg je waarschijnlijk niet uit voordat jij aan de andere kant van de graszoden ligt. Want dat is lekker lang. De Bijbel raak je niet uitgelezen. En bij de Koran was ik... Ik denk ook echt dat ik toen al voelde... Dat de Koran in elkaar gezet is. Net als iets van Shakespeare of zo. De Koran is neoplatonistisch. De hete ontologie van Plato. Die zegt dat de werkelijkheid het gevolg is van ideeën. En de ideeën, daar gaat het om.
Maar het belangrijkste idee is het idee van het goede. En Aristoteles, dat was een leerling van Plato. En dat was de leraar van Alexander de Grote. Die man die namens Griekenland eventjes wraak ging nemen op de Perzen. En daarbij heeft hij een aantal van zijn hoofdofficieren vermoord. Ja, dat maakt indruk, zeg. Je trekt ten strijde en je vermoordt een van je hoofdofficieren. Nou, dat was het de tijd van die Grieken. En dat Platonisme, dat is omgevormd in Neoplatonisme in de jaren 200. En dat had te maken met Plotinus. Plotinus die er aan verder knutselde. Het is een koude leer. Het leert niet dat iedereen dezelfde kans heeft. En dat wentelt ook problemen af op vrouwen of zo. Dat zie je dan nu. Dat die Mohammedanen die laten hun vrouwen over straat gaan. Alsof het een non is van het klooster. Hè? Want de katholieke nonnen die hadden ook dat gewaad. De kop kaal geschoren. En de rest natuurlijk ook. Hè? Dat waren gewoon kale vrouwen. Onder een kleed. Hè? En dan houden ze zich wel rustig. Kortom, vrouwenonderdrukking. Nergens voor nodig. Vrouwen gewoon met de kop tegen de muur laten lopen. Voor de rest moet je je bek houden. Nieuws 132 gaat over 9-11. Kan je niet over uitgesproken raken. En dan gaat het over deze meneer Richard Gage. Is dat een jezuïet? Wow. Hij heeft een... Zo'n organisatie, dat heet de 901C3. Dat is een organisatie die is vrijgesteld van belastingafdracht. Net als een kerk, dat kan je ook aanvragen in Amerika. En hoef je geen belasting te betalen. Wel is het zo dat de overheid die 901C3 overeenkomst, dat is 901C3. 901-C3 of .C3. Maar de overheid die kan dat onmiddellijk intrekken. En dan moet je belasting gaan betalen over de afgelopen jaren en dan ben je in één keer failliet. Afgelopen jaar. Dus waar zit Richard Gage eigenlijk? Los daarvan heeft Richard Gage echt wel het een en ander te vertellen over 9-11. Hier krijgen we een geinige. Valse vlagoperaties. Daar heb ik er een aantal van gemaakt. Ja, ik heb dus hier 5 is onderwijs. 4 is addendum. Dat is een toevoeging. En 1, 2. Ja, klopt al. En daar nummer 3. Ah, dit is een beetje een droevige uitzending over... Ik zit hier heel alleen kerstmis te vieren. Ja, zoiets. Een beetje gezeur. Maar wel interessant, denk ik. Hè? Het was toch kerst. En ze zijn niet zo lang. 12 minuten, 17 minuten. Maar kom op. Nou, valse vlaggenoperaties, vaccins. Nou, die moet je zonder meer. Hier heb ik dus het Bechdeliseum. En daar heb ik gewoon een stukje eraf geknipt. Over die vrijmetselaars. Die daar in de buurt zitten. Dat is zo lachen, man. En daar zijn we weer lekker veilig. We zijn met Jurk Liesman. En dan weer lekker... Hallo? Perry. Ja, ik kan zijn stem niet helemaal nadoen. Ik ben geen stemartiest. Maar ongeveer zo klinkt het dan. Dan zeg ik altijd... Herzlich willkommen, Herr Liesman. Ja. Dat is nur ein Witz. Dat is alleen maar welkom. Valse vlagoperatie nummer 7 over de Verenigde Naties. Wow, dat is zonder meer ontzettend goeie. Dan heb je dus hier een geile kleuter. Ja. Dat is een werk wat ik geschreven heb. Wat ben ik toch productief geweest, hè? Dit is een essay wat ik geschreven heb naar aanleiding van het feit dat ik in 2008 er met mijn neus bovenop mocht staan dat de moeder van mijn op dat moment heel gezonde 8-jarige kind, dus haar moeder, hè, die was opnieuw zwanger. En mijn kind was 8 jaar en heel gezond. Elke dag lachen, elke dag water drinken, dronk bijna geen limonade, want de buiten spelen. En dan,
Ja, er werd dus die moeder werd zwanger. En die dacht gelijk van... Ja, dat eerste kind, dat ziet er zo mooi uit. Ik ga deze laten wegsnijden. En dat heeft ze dus gedaan. Ze heeft het kind laten wegsnijden. En het kostte niks. Ik heb geen accept Giro gezien. Dat was gewoon gratis wegsnijden. Dat op zich kan je al even over nadenken. Want waarom krijg je gratis abortus hier in Nederland? Wie betaalt dat eigenlijk? Want het is een heel gedoe hoor, zo'n abortus. En dat vroeg ik ook nog aan de moeder van mijn, in die tijd, en trouwens nog steeds, zeer gezonde kind. Dat kind van mij was toen hartstikke gezond, is nu nog steeds hartstikke gezond. Die zuipt minder dan ik, want die zuipt namelijk helemaal niet. Geen druppel alcohol, matig met koolhydraten, matig met suikers. Wil je wat drinken? Ja, een glaasje water graag. Of heb je thee? Laatst zei ze tegen mij, ik stop met vlees eten. Oké, gaan we daarmee beginnen. Jurk Liesman eet ook geen vlees. En voor dat fenomeen heb ik veel respect. Maar goed, dus die moeder heeft het gewoon weg laten snijden. En ik vroeg aan haar nog, is mijn kind van tevoren verdoofd? Ja, toen werd ze kwaad, jongen. Hoe durfde ik dat te vragen? Natuurlijk niet. Waarom zou je? Zij moest verdoofd worden. En dat kind, ik zou je vertellen waarom dat gratis is, dat weet ik inmiddels. Ze snijden gewoon zo'n vrucht, een kind, gewoon een klein mens, snijden ze weg uit je buik. Leggen ze heel voorzichtig in een bakje. En dan wordt het helemaal afgespoeld. En dan gaan ze het gewoon uit elkaar snijden. En dan, verkopen die handelen. Daarom is het gratis. Logion nummer 7, dat is een leuke. Dus christelijke leer. Maar dan wat Jurk Liesman nog niet omarmt. Ofzo. Maar dat maakt ook niet uit, hè. Maar het is wel christelijk. Naar mijn mening is het christelijke leer. Dat verschil tussen mij en Jurk Liesman. We hebben een bepaalde discussie. Dat maakt het ook interessant tussen ons. Dat je ons kan horen tegen elkaar ingaan, over elkaar heen gaan. En dat je ook echt weet dat er twee mensen bezig zijn om samen iets te leren. En Logion nummer 7, dat is van de Nag Hammadi geschriften. En Jurk Liesman heeft gekozen voor de koning Jacobus versie, de King James version, van het jaar 1611. En ik weet dat die Bijbel heel zorgvuldig is samengesteld. Dus daar hebben Jurk Liesman en ik geen discussie over. Dat niet. Los daarvan lees ik ook andere christelijke geschriften. Nou, dan gaan we hier door met Rulers of Evil. Dit is allemaal met Jurk Liesman. Echt een hele stapel. Dit is een erg dik boek, hoor. Ik weet niet of we dit af gaan maken. Ik denk eigenlijk dat jullie met deze eerste vier verder zelf moeten gaan lezen. Want op zich is het niet leuk. Deze man, die auteur, die heet Frederik Tuppersoosi. En die heeft 10 jaar ondergedoken gezeten voor de katholieke kuddekerk. De KKK, zou ik hem gewoon de KKK noemen? Maar die heeft 10 jaar ondergedoken gezeten voor de KKK. En in die tijd heeft hij dus dit boek geschreven. En helemaal op een rijtje gezet. Hoe diep de samenswering gaat. En die gaat dieper. Het gaat echt ongelooflijk. Maar het is niet het allerleukste. Dit is wel een hele leuke. Causale verklaring van leven is een boekbespreking die ik doe. Want het boek heb ik hier in huis. Prachtig. En in deze uitzending wordt bewezen dat hele verhaal van Charles Darwin over zijn evolutietheorie of zo. De oorsprong der soorten. Ja,
Het slaat helemaal nergens op. Nou, dan krijgen we hier Marianne Vaaschies, Simbly Limbo. Dat zal denk ik een reactie zijn over iemand. Oh, en hier zit dus een geile kleuterende... Ja, oh, maar dit klopt dus niet. Oh, fuck, die fuck. Nou, in ieder geval, een geile kleuter is dus dat boek over die abortus. Wat is een abortus? En wat betekent het om kinderen te hebben? Wat heb je eraan? Freek de Jonge vind ik ontzettend een eikel. Dus daar heb ik een beetje over zitten zeuren. Rulers of Evil. Gaan we even door met Jörg Liesman. En dan hebben we hier een afloopuitzending. En dan gaan we hier door met Rulers of Evil. Jezuïte quotes. Die is erg mooi. Hè? Dus die moet je echt achter elkaar lezen. Dan weet je gelijk hoe die eikels in elkaar zitten. Ik ga meer letten op mijn taalgebruik. We zijn al bijna bij het einde hoor. Dus heb je hier Rulers of Evil. We hebben 8 uitzendingen gemaakt. Hè? Hallo. Ja. Beetje respect of zo? Of moet ik jou als Marokkaan met mijn kromzwaard onthoofden? 8 uitzendingen over Rulers of Evil. En dan zitten wij dus live Engels in het Nederlands te vertalen. Want Rulers of Evil is al helemaal besproken in het Engels. In het Duits is... Ik weet niet hoe ver Jörg Liesman is, maar Herrscher des Bösen. Hoe ze in elkaar zitten. Dat je weet wie je vijand is, want anders maak je echt geen schijn van kans tegen deze ongelooflijk vastberaden, vastbezeten overwinnaars. Der Wille zum Macht. Hou die lui in de gaten. Heb je hier een hele leuke over Pim Fortuyn, dat is onze John F. Kennedy. John F. Kennedy, als je dat verhaal kent, of niet kent, zo moet ik het zeggen. John F. Kennedy was een katholiek, net als Pim Fortuyn. En John F. Kennedy dacht van, ja, maar als ik al die vrijheid krijg, nou dan ben ik gewoon de president van Amerika. Nee, natuurlijk niet. Klojo. Je moet gewoon doen wat de paus zegt en anders gaat het mooi fout. Nou, dan gaan we hier door met Rulers of Evil nog een keer. Oh, dit is denk ik ook wel leuk. Lekker zeuren over de Volkskrant. Ach, maakt uit. Tijdloos. Er staat wel 2017-02-01, maar dit is tijdloos hè, wat ik hier doe. We hebben dus hier Rulers of Evil, 11 uitzendingen. Dan heb ik hier een rectificatie. Ja. Dit is van het Beekdal Lyceum. Dat is dus de HAVO van mijn kind, hè? Mijn dochter. De HAVO, hè? Dat is de middelbare school. Daar heb ik een stukje uitgeknipt. Dat heet Fucking Bitch. Dat is wel leuk, hoor. Dan gaan we door over Rulers of Evil, nummer 12. Dit is een geinige, die is in het Diets. Dat zou je ook even moeten bekijken. Dit zijn er de 3 die staan er, maar die kan je momenteel niet zien. Dat slaan we lekker over. Hier zit ik te zeuren over de... Dit is gewoon professor Dr. Marco Romsom. Gaat altijd heel erg geinig. Ja, dus in ieder geval als je... moet je een beetje een cognacje bij nemen, denk ik. Hoor. Maar, Landbouwhogeschool, dit is een hele serieuze uitzending. Dan kan je echt zien hoe slecht het gaat met het onderwijs. Want daar gaat dus dit ook over. Even terug. Wat stond dat hier? Beekdal Lyceum. Dat heet een HAVO. En het onderwerp is Fucking Bitch. Ja. Nou, ga even naar de details luisteren. Ik zou het echt doen. Landbouwschool, daar weet je gelijk dat je verloren hebt. Nou, heb je hier verkiezingen 2017. Daar heb ik een copyright dinges claim op gekregen. Omdat ik George Carlin gebruikte. Dat moet je ook niet doen of zo. Weet ik ook niet. Maar ik zeg er wel leuke dingen over. Nou, Rulers of Evil nummer 13. Nummer 14. Ja, en hier wordt het geinig, want dan wordt het weer privé. Dus, dit is getuige X11. We hebben getuige X1 gehad. En dit is X11. Dus getuige X11. Over de dood. Ze heeft een prachtige stem. En wat ik heel mooi is bij het interview. Ze ligt op dat moment in mijn IKEA-bed. Ik zit naast haar als dokter Freud, dokter Sigmund Freud. Ze is helemaal ontspannen.
En die ontspanning, die kan je horen in haar stem. Die is echt goed gelukt. En het gaat over het overlijden van de vader van haar kind. Dit is geinig, het gaat lekker over die Mohammedanen die dus de Koran niet echt kunnen lezen. Hè? Want vrouw slaan, ik heb het over het positieve in de Koran. Zoek het maar op met je Google search of zo. Die staat hieronder. Hè? Maar het slaan van de vrouw, omdat het bij de Koran gaat om een neoplatonistisch geschrift. Het is niet letterlijk. Oh, fokkie die fok. Er gaat nou iets mis. Terug. Vrouw slaan, dan krijg je hier, oh, dit is een leuke met professor Dr. Marker. Deze mocht van Jurk Gliesman, die heeft hem ook geluisterd, dat is een van mijn trouwste luisteraars. En die zei echt, Perry, dit kan niet. Toen werd ik echt heel boos. Dan leer je mij een keer van mijn vrouwelijke kant kennen. Hè? Dat ik ook bereid ben om een paar kruk te pakken en dan gewoon even te gaan kijken hoeveel glasschade ik kan veroorzaken. Ja, kom op. Ja. Ik moet me iedere keer gedragen, maar over me heen laten lopen. Ik weet ook wel dat het christelijk is dat je dat doet. Tuurlijk wel. Ik heb ook niks gedaan in kwestie. En de volgende keer dat ik die klojo's tegenkom, ja, ik ben niet boos of zo. Echt leuk hoor, Mario Kuiper, professor, dit wil echt lachen, want dan gaat ook professor Dr. Marco Robinson, die gaat ook helemaal zeggen van ja, dat kan niet wat je nou zegt. Nou, en hier gaan we weer helemaal rustig worden. Dat is Bijbel lezen met Jurk Gliesman. En dan pakken we Matthäus 6. En dat is het hoofdstuk van Matthäus. Matthäus is het eerste evangelie. En daarvan hoofdstuk 6, of boek 6, weet je maar wat zeggen. Ja, je moet zeggen het boek Matthäus, hoofdstuk 6. En daarin staat Dat mooie gebed. En dat heet Onze Vader. En wij hebben er dus twee uitzendingen voor nodig om dit ding even op zijn rijtje te zetten. Ja, want zo is het met kennis, hè. Vervelend. Ja, je wou eigenlijk gewoon dat je gewoon 's morgens opstaat, doe je gewoon een pil in je mond en denk je, hop, ik weet alles. Nee, zo werkt het dus niet. Dat is jammer voor jou, jammer voor mij, dat is jammer voor iedereen die ik ken. Behalve die klojo's waarvan ik blij ben, van nou gelukkig weet je niks. Hè? Nou, dit is een geinig over homo's slaan. Daar zal ik verder niks over zeggen, maar dat is een evenement hier in Arnhem geweest. En dat wel geinig. Dit is een leuke met professor Dr. Marco Robinson over het geloof. Van professor Dr. Marco Robinson, zo heet hij gewoon. Marco Robinson is katholiek opgevoed en die kreeg er een ongelooflijke scheidhekel aan. Dus vanaf dat moment is alles met de Bijbel en voor hem is dat één pot nat. En voor mij dus niet. Het is echt, dit zijn wel twee goede discussies. Dus deze is lekker kort, is die 11 minuten en deze iets langer. Hier is de audio heel goed. Marco heeft heel goed gewerkt aan zijn audio. Respect. Hè. Nou, over de dood, het vervolg. Dit heeft getuige X11 mij gedicteerd. Dat hier dus een kleine letter T moest staan. Omdat het zou kloppen. Ik vind het ook wel goed gedaan. Dus het vervolg over de dood. Dit is over D66. Die partij die heet dan Democraten 66. Of D66. Nou, volgens mij is het dood 66. Maar dat is mijn mening. Dat is mijn mening van mijn vrijheidsuiting. Oh, hier weet ik heel veel van, milieu, want ik ben afgestudeerd in milieudinges. Swali, dat is een slachtoffer van de katholieke kuddekerk. En die is christelijk geworden. En ik geef hier een hele korte intro. Dit duurt maar 17 minuten 30 seconden. Maar als je dat gezien hebt, dan ga je dus luisteren naar het interview wat Greg Anthony heet je tegenwoordig, dat is een Pool, Greg Anthony Szymanski, met haar. Maar als je dit gewoon googelt, of als je het niet wil googelen en je hebt een gratis linkje nodig, dan ga ik er niet kijken. Nou, je gaat het nog gewoon even opzoeken. Erg interessant, daar leer je veel van. Dit is een beetje zeuren weer over 9-11. Oh nee, dat is wel leuk, want daar heb ik een stuk over geschreven. Hier lees ik voor uit mijn eigen werk.
interessant. Stephen Hawking. Vind ik wel ongelooflijk. Ja. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Hè? En echt heel erg. Dat angstmakerij of zo. Van ik heb verstand van zwarte gaten. Oh, ik kan niet praten. Maar ik heb wel verstand van zwarte gaten. Ik heb verstand van zwarte gaten. Ja, jullie gaan allemaal dood. Ja, we moeten zo snel mogelijk naar de maan. Stephen Hawking die is dus echt een voorstander van dat we hem in zijn. In zijn rolstoel zit hier met zo'n accu en zo. En hij wil in een raket. En hij wil ergens naartoe. Stephen Hawking heeft geen flauw benul dat hij in de. Ja, kom op, maar de eerste ster die heet Alpha Centauri. Die zit op 6 miljoen lichtjaar. Dus dan moet je met de snelheid van het licht 6 miljoen jaar. En dan kom je daar. En daar is geen planeet. Ja, Stephen Hawking heeft een. Ja, maar we moeten wel weg van Stephen Hawking natuurlijk. En dan heb je hier. Dit is weer heel leuk. Er zijn de laatste twee. Daar ben ik erg trots op. 199 heb ik ook al klaarstaan. Die staat hier nu nog niet op. Die ga ik wel uploaden zo. En dan heb je dus. Deze is over weer Matthäus 7. Weer met Jurk Liesman. En dan Onze Vader. En dan het tweede deel. En hier doen we Bijbel lezen. En dan Matthäus 7. En dan het eerste stukje. Tot aan vers 12. We zijn echt allemaal hard. Oh, hij staat erboven. Ik zit fout te kijken. We zijn echt hartstikke mooi. En dan deze laatste. Jurk Liesman heeft naar gekeken. Daar gebruik ik het woord. Karel Leo. Dubbel Otto. Theo. Zacharias. Abraham. Karel. Ik had bijna klootzak gezegd. Maar ik zeg gewoon dat woord. Ja, misschien had ik dat niet moeten doen. En ik zat er achteraf echt naar te kijken. Want dat te luisteren. Want kan het eigenlijk wel. Dan denk ik van ja, kom op. In de kroeg maken ze me ook uit voor homo. Dus wat zal ik me druk maken? Nou, zover zijn we dus. Ik vind het best een ongelofelijke bak informatie, hoor. En dan heb je dus ook nog deze. Ik ga even kijken waar je die kan vinden. Dan moet je nou bij die playlist komen. Dan moet je toch bij die playlist kunnen zijn, hè? Ik heb nog zo'n playlist aan van jullie klojo's. Maar dat is alleen voor de ingewijden. Oh, dan moet ik hem maar eventjes apart nemen. Ja. Deze. Die is geil, jongen. Maar dit moet je alleen maar kijken als je geïnteresseerd bent. In. Ik moet die linkjes allemaal erop gaan zetten. Maar dan krijg je gewoon geschiedenisles. En hoe dat wat in de Bijbel staat, dat later allemaal logisch via de taal, via de metafysica, is uitgelegd. En dat je jezelf geen zorgen hoeft te maken. Want dat doet de Heer wel voor je. Jij hoeft alleen maar te luisteren en zijn werk te gaan doen. Het zijn hele technische uitzendingen. Hoe kom je nou met die playlist? Nou, dat zal ik wel uitzoeken. Hier heb ik alles op staan van die Apollo dingen. Er zit echt. Dit lachen, jongen. Dit is echt. Hier heb ik echt ontzettend mijn best op gedaan. En deze vooral. Dat is aflevering 16b. Weet je, de leukste Apollo uitzending. Gewoon echt. Het is toch heel erg goed om te beseffen dat wij mensen zo stom zijn als het achterend van een varken. Hier moet ik nog een beetje aan werken met vrouwen. Zit ik een beetje, ja, het is een eerste instantie, of een feminisme nummer 1. Zo. Wel met een goed. Ja, laten we even een play all door mijn eentje, maar dan kan je even kijken hoe het eruit ziet. Dit is Martha and the Muffins. Je hoort toch niks. Wel. Even kijken wie hier boven moet komen met mijn muis.
gevoelig. Foute kant op. Ja, kijk. Oh, jammer. Oh, ik miste net. Oh, het is een reptilje, man. Hé, hey, geintje. Man. Het is gewoon een internetverstoring. Het is Martha and the Muffins. Heel mooi nummer, hoor. Women Around the World at Work. Vrouwen aan het werk. En wat moeten ze dan doen? Hè? Nou, bijvoorbeeld zo. Het ziet er goed genoeg uit dan. En wat is werken en wat is zorgen? Dat is echt een hele goede filosofische analyse die ik hier heb gemaakt. Ik zweer. Je mag niet zweren, maar ik zweer het wel. Je begrijpt het maar. En stuur me maar een commentaar. Want dat rijmt. Hey, hartstikke leuk dat je hier naar geluisterd hebt. Even terug naar die website. Dat is wel een mooi einde, denk ik. Hè? En dan zit het toch hier. Het is heel makkelijk te vinden. Maar er zit nog meer achter, hoor. Ik zal die playlist, dat beloof ik. Ik zal die allemaal eronder zetten. En ik kan er één voor één gaan kijken. Maar hier zit allemaal nog muziek achter. Dit is mijn oude band. Dit is mijn dochter. Dit is ukulele aan het proberen. Dit is mijn woning. Dit is een schoolproject van haar. En hieronder komt al die meuk. Dit ben ik. Het is een hele goeie. Een liedje waar je vrolijk van wordt. Was in dat? Oh ja, en deze is ook leuk. Een liedje voor slapen. Oké, okay, je loopt langzaam vol. Je weet nu waar het is. Het is perry7.nl. En dit was uitzending nummer 200 met een samenvatting van mijn werk. En op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.